PSV won afgelopen zondag in een belabberde wedstrijd van PEC Zwolle. Omdat Vitesse punten liet liggen, staat PSV nu vierde. De plek die toegang geeft tot de rechtstreekse kwalificatie voor de voorronde van de Europa League. Ja, nog één wedstrijd te gaan. De vierde plek lijkt, ja, safe. Ja, dat mag je toch wel hopen voor PSV, hè? Als je thuis zaterdag niet van NAC wint, dan heb je Europees voetbal eigenlijk ook niet verdiend. Nu heb je het in eigen hand, zoals dat dan heet. Toch mag PSV volgens Elfrink niet tevreden zijn. Ja, PSV moet niet tevreden zijn met een vierde plek. Je kunt toch nooit, als je de tweede begroting van Nederland hebt en jarenlang om het kampioenschap hebt gespeeld, kun je nooit zeggen dat je hiermee tevreden moet zijn. Wat mij enorm verbaasd heeft, is dat een aantal ook functionarissen bij de club heeft geroepen de afgelopen weken. Ja, dit was een overgangsjaar. Nou, dat is gewoon kletskoek. PSV sprak in juli, augustus gewoon uit dat ze het mee wilden doen om de prijzen. Herkenbaar voetbal wilden spelen. Nou, daar is helemaal niets van uitgekomen. PSV heeft totaal niet meegedaan aan de prijzen. PSV lag er voor de winter al uit in de Europa League. Voor de winter al uit in de KNVB-beker. Die eigenlijk op een belabberde manier is weggegeven, die wedstrijd. Ja, en ook in de competitie heeft PSV gewoon gefaald. Het enige wat je kunt zeggen is dat ze het na de winterstop wel iets beter hebben gedaan. Er is wel op een gegeven moment is er iets van rust ontstaan. Maar het was uiteindelijk niet goed genoeg. Ajax won zondag de vierde landstitel op rij. PSV kan lering trekken uit de resultaten van succescoach Frank de Boer. Nou ja, wat ik wel zie is dat Frank de Boer heel duidelijk is. Veel eisend, zeer gedisciplineerd. En daarbij, ja, je kunt je wel eens afvragen of dat bij deze selectie altijd zo is. Goed, als je een beetje terugkijkt naar het seizoen, het hele gekrakeel rond Ola Toivonen, het veel te lang vasthouden aan Adam Maher, het wisselen van spelers, de angst dat hier ook wel eens iets naar buiten komt. Het is allemaal een beetje verkrampt bij PSV soms, denk ik. Ik heb toch het gevoel dat bij Ajax de organisatie allemaal wat professioneler staat, dat men ook wat beter in die voetbalwereld manoeuvreert. Als je kijkt hoe, ik noem maar een voorbeeld, hoe men een tijdje terug met Soleimani is omgesprongen. Nou ja, aankoop van 16 miljoen destijds, veel te duur gekocht. Maar op een gegeven moment, Ajax pakt gewoon rigoureus zijn verlies. El Hamdoui, dat soort types, ja, op een gegeven moment, die verdwijnen bij Ajax toch naar de achtergrond. En hier heb ik wel eens het gevoel dat sommige dingen te lang duren. Neem ook de contractverlenging van Bakkali. Dat duurt allemaal veel te lang. Dat had al lang geregeld moeten zijn. Daar zit toch iets hier in die cultuur op de hertgang. Men vindt het allemaal wel prima en ja, het duurt allemaal maar. Dat kan niet. Een speler die niet voor PSV wil uitkomen of die twijfelt over PSV, ja, die kan in mijn ogen nooit volledig bijdragen aan een goed resultaat. Dat kan eigenlijk niet. Dus ja, daar moet je in de toekomst, op dat soort dingen, moet PSV scherper en alerter en feller zijn. En vooral ook ferm. PSV is de baas in eigen huis, ook richting spelers. Ik bedoel, het verhaal rond Toivonen eerder dit jaar ook. Nou, dat heeft men wel toegegeven, dat men dat niet handig heeft aangepakt. Maar het zijn wel dingen waar PSV lering uit moet trekken. Een schone taak dus voor Ton Gerbrands, die hoogstwaarschijnlijk bij 1 juli de nieuwe algemeen directeur wordt van PSV. Papa, foto. Dankjewel.